De Rijnhaven in Rotterdam is binnenkort een kantoorgebouw rijker. En niet zomaar een kantoorgebouw, maar een drijvend kantoorgebouw. De drijvende fundering is via het water vanuit Zaandam naar Rotterdam gevaren en kreeg een warm onthaal en veel bekijks. Mede omdat het zo'n bijzonder project is. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk de fundering, zou je kunnen zeggen, de drijvende fundering van het nieuwe klimaatcentrum in Rotterdam. En dat gebouw wordt ook wel de Floating Office Rotterdam genoemd. Het heel bijzondere is, het wordt niet alleen een drijvend gebouw, maar het wordt ook een heel duurzaam gebouw. Het wordt helemaal circulair gebouwd, het wordt helemaal van hout gemaakt en het is ook helemaal energie-neutraal. Dus de energie die het nodig heeft om te koelen en om te verwarmen wordt helemaal opgewekt door het gebouw zelf. Dat het kantoorpand zo klimaatneutraal gebouwd wordt, is geen toeval. De kantoren krijgen namelijk een belangrijke bewoner op het gebied van klimaat. Nou, en wat er in het gebouw komt, er komen kantoren in. En onder andere ook voor het GCA, dat is het Global Center on Adaptation. Dat is een wereldwijde denktank die nadenkt over wat de gevolgen zijn van de zeespiegelstijging voor steden. Nou, wat is nou een beter voorbeeld daarvan dan een drijvend, circulair, duurzaam kantoorgebouw? En het interessante is dat je kan het gebouw in principe ook weer helemaal uit elkaar schroeven, want het is circulair. Het kantoorgebouw zal aan het einde van dit jaar klaar zijn. Het gebouw is het startschot van een ontwikkeling in de Rijnhaven waarin op en rondom het water meer groen te zien zal zijn. Nou, de Rijnhaven is natuurlijk een hele bijzondere haven. Want het leuke is dat die haven zich enorm transformeert naar steeds meer een woongebied. Maar ook een plek waar heel veel groen gaat komen. In de komende jaren gaat de gemeente hier een heel groot drijvend park maken. En het leek de gemeente een hele gave plek om daar ook een heel bijzonder drijvend paviljoen aan te leggen.